Als bewegingsdeskundige werk ik met groepen patiënten. Wij begeleiden ze als bewegingsdeskundige in het voortraject tot de operatie. Tijdens de sessie zijn we met ze bezig door oefeningen te doen op krachtgebied, maar ook zichzelf leren inschatten in wat ze kunnen. Als die succeservaring er is, dus de drempel laag genoeg leggen dat ze dat succes ook ervaren, dan zie je dat het ook weer motiveert en inzicht krijgen dat ze dat ook kunnen doen. Ik merk dat elke nieuwe medewerker wordt echt opgenomen in het team. Je hebt elkaar nodig, je kan het niet alleen. Dat ze na de operatie zeggen, dit had ik 10 jaar eerder moeten doen, dat zijn echt mooie dingen. Dus echt, als mensen je bedanken voor een nieuw leven, dat vind ik echt heerlijk.